Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Vandaag heb ik een video voor jullie waar ik een beetje moeite mee heb, eerlijk gezegd. Ik heb er een beetje moeite mee, maar ik wil het heel graag vertellen, omdat ik zeer waarschijnlijk niet de enige ben in deze situatie. Zeer waarschijnlijk niet de enige ben die dit heeft meegemaakt. En zeer waarschijnlijk helaas ook niet de laatste zal zijn die dit heeft meegemaakt. Ook moet ik heel eerlijk toegeven, is dat ik dit soort dingen gewoon een beetje sensatie vind van andere mensen. Dat ik dat gewoon ook wel leuk vind. En interessant vindt. En ik meestal van dit soort sensa dingetjes wel eens wat leer. Ik ben ook bijvoorbeeld nu een serie aan het kijken over een rechtszaak. En dat intrigeert mij gewoon heel erg. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga hier wat over vertellen. Ik heb namelijk in een rechtszaak gezeten. Allereerst, waarom, wat was er gebeurd? Nou, dat heb ik al een keertje verteld op YouTube. En dat was lang geleden, namelijk in 2017 dat ik dat heb verteld. Dat was nog een periode zonder wenkbrauwen. En met een hele heftige hersenschudding en heel veel shocking shit. In die video heb ik eigenlijk al uitgelegd wat er is gebeurd. Dus ik kan je refereren naar die video als je een wat uitgebreidere uitleg wil hebben. Maar ik ga het heel kort, heel eventjes uitleggen. Gewoon, en wil je meer van waar ik stond en met wie ik was en et cetera, dan kan je die video gaan bekijken. Oké. Ik heb die video trouwens ook even niet teruggezien, dus misschien ben ik iets vergeten. Het is misschien wel voor een nog duidelijker verhaal goed om die te bekijken. Ik was op een oud en nieuw feestje op 31 december, volgend op 1 januari 2016-2017. Toen ben ik op een feestje naar een feestje. Ik heb het ook allemaal voor mezelf eruit geschreven, maar het is gewoon, het is niet niks. Ook al gebeurde dit in 2016, zo lang geleden. Maar ik ben dus op een feestje. Ik was naar dat feestje met vrienden en het was een heel leuk feestje. We hadden ons naar ons zin en het was een feestje waar je eigenlijk een soort van op uitnodiging moest komen. Je moest op de gastenlijst komen te staan. Dus het was niet zomaar een feestje waarbij iedereen komt. Heel veel mensen. Het was een beetje ons kent ons. Het was superleuk. Het was op het hoofdkantoor van Filling Pieces. Super vet eigenlijk. Hartstikke leuk. We hebben daar meerdere feestjes gehad. Het was altijd erg, erg gezellig. Toen kwam er een dame bij ons. Ik weet niet meer hoe. En dat was een vervelende dame. Ze zag eruit alsof ze drugs en alcohol had genuttigd. Moet je dat ook zeggen over drugs? Genuttigd, genomen, gehad. It was in her body because she was cray-cray. En dat zag je aan alles wat ze deed en alles wat ze zei. En hoe ze zich heeft gedragen, wat niet normaal was. Ik kende haar niet. De mensen met wie ik was kenden haar ook niet. Wij zijn toen eigenlijk wilden wij weggaan uit de situatie van haar. En op een gegeven moment was ik, zeg maar, hoe ik het altijd maar omschrijf, op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. Ik en mijn vriendinnen wilden op dat moment weggaan, weglopen. En ik weet op dat moment niet wat ik toen had gedaan of wat had gezegd. Ik stond in ieder geval nog. En naar mijn weten deed ik bijvoorbeeld of me jurkje had recht, of ik pakte nog even iets, of ik deed nog even iets. Maar in ieder geval niet iets tegen die chick. Wat er toen is gebeurd, is dat ik aan mijn haar naar beneden ben getrokken en flink wat schoppen in mijn gezicht heb gekregen. Tegen mijn hoofd, gewoon in mijn gezicht, hoofd, borst. Ik ben overal gekrapt, et cetera, et cetera, et cetera. Dat kwam voor mij onverwachts. Ik heb niks teruggedaan. Ik heb niks bij iemand gedaan. Ik was niet agressief. Het overkwam mij, het overviel mij. Ik wist ook eigenlijk wel meteen dat het die chick was, omdat zo was de situatie eigenlijk. Het was een hele rare situatie waarin zij al een aantal keer heel vervelend was bij ons. Nogmaals, het volledige langdradige verhaal is in die andere video. Ik zag haar niet. Het enige wat ik zag waren haar witte schoenen die echt in mijn face kwamen en dat ik echt, wat ik nog wist is dat ik mijn handen omhoog had en dat er op een gegeven moment allemaal mensen voor mijn gevoel aan ons aan het trekken waren. En achteraf waren dat dus de mensen die haar van mij af probeerden te helpen. En dat was een drama. Op het moment dat ik loskwam, deed ik ook weer niks. Omdat ik gewoon, ik ben niet zomaar agressief. Ik ga niet zomaar iemand aanvallen. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik wilde alleen maar laten zien, ik heb niks gedaan. En ik was eigenlijk op dat moment gewoon fucking kapot gewoon. Ik had heel veel pijn, dus ik kon ook voor mijn gevoel niet heel veel meer doen. Maar ik keek wel om op en ik zag die chick en ik zag haar uitdrukking en dat ze door 3 man op die tafel gedrukt werd en dat ze daarna
ja, eruit gebonjourd werd. Maar wat ik nu vertel is langer, heeft langer plaatsgevonden. Zeg maar, de tijd dat ik nu heb om het te vertellen is langer dan dat het gebeurde. Het was zo ontzettend snel. Toen ik trouwens die video had geüpload hier ook. Ja, ik heb een pen in mijn hand. Het is gewoon even een dingetje. Ik had dingen opgeschreven. Toen ik die video als eerste had geüpload, kreeg ik vragen met: waarom hebben je vrienden niks gedaan? Waarom heb jij niks gedaan? Ik had daar echt geslagen. Was allemaal geen tijd voor. Het ging zo snel. Je kon er ook bijna niet tussen. De mensen die er tussen probeerden te komen waren grote mannen. En die hielden haar ook niet vast. Mijn vriendinnen die... het ging veel te snel. En het is niet zo dat ze mij nooit geholpen hebben. Niet geholpen hebben, dat zeker niet. Dat ik niet heb teruggeslagen. Ik kon niet volgens mij. Ik weet het niet. Het ging niet... ik was ook helemaal niet boos op haar, had niks. Als ik iemand sla, dan moet er echt iets gebeuren. Maar oké, zij is afgevoerd. Ik moest naar het ziekenhuis, et cetera, et cetera. Ik heb aangifte gedaan. En de aangifte die ik heb gedaan was echt zoveel zwaarder dan ik had verwacht. Ik moest alles gaan vertellen in geur en kleur. En ik vond het heel moeilijk. En het was heel veel en er kwam een heel rapport uit. Nou, toen kwam ik thuis en ik pak ondertussen heel veel iets erbij, omdat ik dat echt gewoon schrijnend vind. Ik kwam thuis, ik weet niet precies wanneer ik dit had ontvangen, weer uit mijn hoofd. Misschien kan ik dat zo meteen wel zien, maar in ieder geval niet heel... Oh, 5 januari blijkbaar. Ik vergeet trouwens te zeggen, ik kende die chick niet. Ik heb geen idee wie het was. Ik ging aangifte doen en de naam die ik heb genoemd, was de naam van de naam hoe ze op de gastenlijst stond en hoe andere mensen haar kenden. Maar blijkbaar was dat niet eens haar originele naam, vind ik al genoeg zeggen. Of haar oorspronkelijke naam, of hoe noem je dat, haar echte naam. Volgens mij heb ik dit nooit gezegd of benoemd of whatever. Maar ik heb dus van haar op 5 januari een bericht gekregen. Ik zal het eventjes een beetje gaan... ik lees het gewoon voor. Dat is gewoon gênant. Hallo M.E. Ik hoorde gisteren van, bla bla bla, een gemeenschappelijk vriend... die er niet eens bij was. Wat er met je was gebeurd. Ik schaam me diep voor wat er die nacht is gebeurd. Helaas kan ik me niks meer herinneren. We kwamen net na 11 uur en hadden afgeteld. Dus we kwamen na 11 en dan afgeteld van Happy New Year. Toen ben ik korte tijd buiten geweest om met de rest daar beerpong te kijken. En toen weer naar binnen gegaan en daarna is het één grote zwarte vlek. Mogelijk is het dat ik buiten gedrogeerd was of dat ik per ongeluk een drankje heb gedronken van vrienden waar drugs in zat. Ik werd wakker op de bank van een wildvreemde in Haarlem. Ik kon niet lopen, ik wist niet hoe ik daar kwam. Ik heb toen in paniek mijn vriend gebeld, die me toen daar kwam ophalen. Ze hebben me uit huis moeten dragen. Ik scrolde de verkeerde kant op, dan zie je gewoon hoe zij door drie man, het kantoor van Feeling Peace is uitgedeeld. Weet je wat, ik deel het ook gewoon. I don't give a fuck. Wel geblurd, niemand zijn gezicht is herkenbaar. Maar je ziet wel dat er door 3 man dat zij naar buiten wordt gebonjourd. Oké. Ik kan me geen reden bedenken waarom ik in gevecht zou moeten zitten met jou. Dus het spijt me heel erg als je veel pijn hebt. Ik heb gisteren de hele dag op bed gelegen. Kon niet opstaan en zelfs eten lukte niet. Heb hier en daar blauwe plekken, maar kan me niet voorstellen met wat voor pijn jij zit. Als ik iets voor je kan doen om jouw genezingsproces makkelijker te maken, laat het alsjeblieft weten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik op een feestje was en een blackout heb gehad. Met mensen begon te vechten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik op een feestje was en een blackout heb gehad en met mensen begon te vechten. Zelf kan ik ook niet goed geloven wat er allemaal is gebeurd. Mijn familie en vrienden hebben de hele nacht lopen zoeken in Amsterdam en iedereen is net bijgekomen van de schrik. Gemeenschappelijke vriend vertelde dat je aangifte wilde doen. Ik hoop dat je hiervan afziet. Ik kan daardoor mijn baan kwijtraken. En weet anders niet hoe ik voor mezelf en mijn moeder moet zorgen. Zoals ik al zei, als er ook maar iets is waardoor ik de pijn kan verzachten, laat het me weten. En dat had ze gestuurd. En toen ze dit stuurde, zag ik haar Facebookpagina. Zag ik nog. En de naam die ze dus op het feestje ook had gebruikt. En haar foto. En ik zag gewoon van alles. Ik had hier niet op gereageerd. Sorry, ik heb dit heel lang niet meer gelezen. Nou ja, oké. Ik had dit heel lang niet
Nee, dat zeg ik net. Sorry. Later was haar, dat zie je ook in de screenshots, ik zal een babystuk, zodat je kan zien dat haar Facebookpagina verwijderd is. Want dat gebeurde er toen ook. Hoe ik dit bericht las, is zeker niet, arme meid, wat vervelend voor jou, dat jij op de bank van een wildvreemde wakker wordt en dat jij pijn hebt en dat je niet kan opstaan. Ik vond dit namelijk zo dom, zo ontzettend kwetsend ook, dat zij dit had gestuurd. Omdat ik dacht, vriendin, jouw hele verhaal met hoe vervelend je het voor mij vond, dat is gewoon in het niet door die laatste paar zinnetjes. Ik hoor dat je aangifte wilt doen, ik hoop dat je dat niet gaat doen, want dan kan ik niet meer voor mezelf zorgen of zo, voor mijn moeder zorgen. Girl, als ik dat gedaan had, als ik gedaan had wat zij had gedaan bij iemand, ik had me meteen gemeld bij de politie. Meteen! Belachelijk. Als ik gedrogeerd zou worden, dan niet dat ik een legitieme reden heb, dat absoluut never. Drank, drugs is ook niet een, hoe noem je dat? Van, ja, het kwam door alcohol. Is geen excuus. Is geen excuus. Maar luister, als je gedrogeerd bent door iemand, en ik heb bijvoorbeeld zelf nog nooit drugs gebruikt. Als ik gedrogeerd word, ik heb geen idee hoe ik op reageer. Ik heb geen idee wat ik doe. En als ik iets doe, moet ik daar gewoon voor boeten. Gewoon. I don't care. Moet gewoon. Als ik iets fout doe, dan doe ik iets fout. Oké. Okay. Onthoud heel eventjes, want voor later het verhaal best wel relevant vind ik. Dat zij dan zegt, ik ben, niemand wist waar ik was. Mijn familie, vrienden hebben de hele nacht naar me gezocht, et cetera. Tuurlijk vind ik het wel kloten voor haar. Als ze zoveel pijn hebt en als je bij een wildvreemde bank wakker wordt, ja, is fok op. Maar stuur me dit berichtje. Als dat je eerste reactie is, prima. Maar ga dan naar de politie. Of als de politie jou oproept, zeg maar. Er is een beter woord voor. Als de politie jou oproept, ga dan. Ga er dan heen. Meld jezelf. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ik heb best wel vaak nog met de politie contact gehad, omdat ik ook de bewakingsbeelden dus kreeg van mensen. Foto's daarvan, van dat ze gebonjourd wordt, wat ik net liet zien, geblurred. Dat heb ik aangeleverd en ik moest zeg maar doorgeven wat, hoe mijn ontwikkeling was, hoe ik me voelde, of ik nog wat whatever had. Nou oké, zoals je aan die foto kon zien, zijn er dus bewakingsbeelden. Er is dus een camera. Dus ik heb dat tegen de politie gezegd en de politie moest bij Filling Pieces, dat of misschien ook dat het geblurred, schoenmerk. Bij schoenmerk, dat is beter trouwens, want zij hebben niks verkeerd gedaan en zometeen denken jullie dat het iets, filling pieces, laat ik het gewoon wel doen, boeien. Die hebben gewoon geen blaam hierin natuurlijk. Dus ik heb tegen de politie gezegd, jullie moeten filling pieces contacten voor die bewakingsbeelden. Schijnen ze nooit gedaan te hebben. Heeft de politie zelf ook gezegd, oh nee, is niet gebeurd. En toen zei filling pieces op een gegeven moment, ja, we hebben het niet meer, jaar na dato, zeg maar. Vonk. Jammer, maar ja, oké, kan gebeuren. Maar ondertussen hadden natuurlijk wel werknemers en andere mensen filmpjes, fotootjes ervan gemaakt. Maar die foto is eigenlijk de enige foto wat ik had gezien van dat het was gebeurd. En ik begreep ook een beetje van Filling Pieces dat de camerabeelden niet altijd aangingen. Of alleen als er een alarm afging. Of er was van alles. Maar eerlijk gezegd, een bedrijf gaat nooit, nooit zomaar beelden vrijgeven. Want er staan heel veel gezichten op. Ook wat je nu ziet. Dat mag ik volgens mij helemaal niet hebben. Want er zijn allemaal gezichten op van mensen. Die staan er herkenbaar op. Mag helemaal niet. Zeg maar, de privacywet komt daarbij kijken, zeg maar. En daar weet ik helemaal, ik heb helemaal geen koek van gebakken en wil ik me niet mee bemoeien. En ik snap dat allemaal heel goed. Filling Pieces heeft mij en ook mensen van Filling Pieces hebben mij berichten gestuurd om mij te helpen, ondersteunen. En ik heb ze ook gesproken. En oké. Toen kreeg ik dus iedere keer brieven ook binnen van verdachte heeft zich niet gemeld, verdachte heeft zich niet gemeld. Toen was het zo dat op een gegeven moment was ze er wel. En ik weet niet of ze zichzelf gemeld heeft of dat ze opeens gesommeerd is om echt te komen of dat ze bij haar huis stonden. I have no clue. Wat ik wel weet is dat ik iedere keer een bericht kreeg met dit is de datum van de hoorzitting, maar dan moeten jullie je melden. Ik heb me gemeld, verdachte heeft aangegeven niet te kunnen of heeft zich niet gemeld. Ondertussen vonden wij, ik en vrienden, haar social media weer. Want ze heeft iedere keer aliasen. En iedere keer was zij gewoon op vakantie. Ze zat in Miami, ze zat in Tokio, ze zat hier, ze zat daar. De bitch, dacht ik echt. Dus ik weet niet, ik heb haar natuurlijk nooit gesproken. Dus ik weet niet of ze
gewoon echt niet kon. Of die trips al gepland waren of whatever. Maar in ieder geval, hoe het op mij iedere keer overkwam en wat er in de brieven naar mij stond, verdachte is niet gekomen. Verdachte, als ik iemand belde ook, sorry, we hebben niks gehoord van de verdachte. Sorry. Maar dit soort dingen duren zo ontzettend lang. Dit is dus gebeurd 1 januari 2017 en ik praat nu over 2018, dat soort brieven de hele tijd. Die kwamen en niet gebeurden. En ondertussen had ik ook niemand nog gesproken, geen rechter gezien, helemaal niks, want er was nog niks. Toen eindelijk zou er een zittingdatum zijn en dat was 14 januari, ging niet door. Heel vervelend, helemaal opgeladen, omdat ik dacht, oh, dan gaan we eindelijk, ging niet door. Later, 10 april 2019... zouden we de rechtszaak hebben. Dus toen dacht ik, oeh, einde fucking luck. Maar ik werd zo zenuwachtig, want het was nog steeds zo'n groot iets. En nee, ik kon het niet loslaten. Ik vond het super kut. Zij, die chick, heeft zoveel in mijn kop kapot gemaakt. Ik heb een hersenschudding gehad. Ik heb zoveel moeite gehad. Ik aan het begin had ik moeite met uitgaan. Met überhaupt dingen doen in het openbaar. Er was een ander feestje en ik hoorde dat zij op de gastenlijst ging en ik ben wel gegaan. Omdat ik dacht, ik moet laten zien dat ik er boven sta. En ze kwam niet en ik was zo ontzettend blij dat zij niet was gekomen. Want ik weet echt niet wat ik zou hebben gedaan. Want ik denk wel dat ik haar echt zou hebben aangevallen misschien wel. Niet per se met fysiek, maar wel echt woorden van waar de fuck, hoezo ben je er gewoon niet? Waarom hebben we die fucking rechtszaak nog niet gehad? La la la, omdat ik gewoon dacht van, own up. Maar ik denk gewoon dat mensen die ook tegen mij zeiden, die chick zat op de gastenlijst, dat ze dat precies tegen haar hebben gezegd. Hey, die chick en mee zat op de gastenlijst. Want zij kende mij ook niet. Raar, maar waar. Nee, grapje. We kenden elkaar gewoon niet. Ik had haar ook volgens mij nog nooit gezien. Misschien wel ooit op een feestje, want dat soort feestjes. Beetje dezelfde mensen gaan naar dezelfde feestjes toe eigenlijk, zeg maar. Oké. Dus toen was het eindelijk 10 april. En hadden we dus een rechtszaak. En ik dacht, oh joh, het gaat gewoon weer afgezegd worden. Want dat gebeurde die 14 januari ook. Maar dat gebeurde niet. Dus daar was ik heel blij mee. En toen gingen we naar de rechtbank. En toen werd me gevraagd, wil je apart zitten van de dame, of wil je een aparte zaal of wil je in dezelfde wachtruimte? En ik heb gezegd, nou, ik hoef niet per se een aparte zaal. Ze moet alleen niks tegen mij zeggen. Ik ga gewoon zitten. Zij moet de smoel houden tegen mij. Ze moet me niet aankijken, maar ik ga niet apart zitten. Want daarna zie ik haar voor het eerst in die rechtszaal, dacht ik. Waar de rechter dan is, een officier van justitie. En stel ze doet iets of ze whatever, dan ga ik daarop reageren waar een rechter bij is. Dus ik heb liever dat het contactmoment net even daarvoor is. Dat ik dat even heb gezien. Dat even van mijn schouders afvalt. Dus dat had ik gezegd. Nou, toen moesten we vet daarboven, door deuren heen doorlopen. Ik was helemaal de weg kwijt als een dolf. En toen waren we dus aangekomen bij de zaal, om het zo even te zeggen. Dus ik kwam aanlopen en er zat iemand met nog iemand. Twee mensen zaten er. En er zat zeg maar een soort van, ik ken het alleen van films, een clerk, ik weet niet. Maar iemand achter een soort van balie, wel een beveiliger, die ook de zaal in en de zaal uitging. Dus ik zei gewoon hallo en wij gingen gewoon zitten. En op een gegeven moment komt iemand naar me toe lopen, ook van het vandaar. En die zei, mevrouw, wilt u dit wel? Wilt u hier zitten? Wilt u het apart? Dus ik zeg, oh nee. Maar ik zei het ook op dit geluidsniveau. Ik zei, oh nee, ben je gek? Ik bedoel, als ze komt, dan ja, er is wel genoeg ruimte. En anders ga ik gewoon daar zitten. Want ik zag achter ons nog weer plek om te zitten. En toen zat hij, mevrouw, u zit nu naast. Zat ze gewoon echt 3 stoelen bij me vandaan. Ik heb niet gedaan, oh, of zo. Maar ik zei, en nu? Maar ik heb haar dus nooit herkend. Ik heb haar blik, zeg maar, haar gezicht op dat feest. Ik kan er nu nog over dromen. En dat overdrijf ik echt niet. Ik zie dat gezicht. Nou, nog wel eens. Fucking irritant. Word je gewoon agressief van. Maar ik herkende haar niet. Ik heb ook niet naar haar gekeken of zo. Je weet toch wel, als je ergens gaat zitten, dat je bijvoorbeeld gewoon hallo zegt en gaat zitten. Heb je al een beetje waargenomen haarkleur, whatever, misschien iets of zo. Maar ik dacht echt, zit ze serieus naast me? Toen moest ik me inhouden om niet te kijken. Omdat ik dacht, nou, ik herken haar helemaal niet. Ik herken haar helemaal niet.
En blijkbaar was ze dus met haar advocaat. En oh, ik vergeet nu een heel grappig verhaal. Ik was daar met mijn vriend Zico en mijn moeder. En we moesten natuurlijk door zo'n door die poortjes, detectiepoortjes. We moesten onze tassen door zo'n ding laten gaan. En op een gegeven moment gaat bij mijn moeder, de tas gaat iets af. Zegt iemand tegen mijn moeder, die dat aan het controleren was. Mevrouw, heeft u een mes bij u? Dus wij, ja, natuurlijk heeft ze een mes bij zich. Er zat een mes in mijn moeder de tas. Maar het was een keukenmesje van de werk. Waar ze bijvoorbeeld een appel mee gesneden heeft. Of iets mee, whatever. Of zo. Dus mijn moeder, die was helemaal geschrokken. Die zei, oh, gooi het weg. En ze gooide het ook zo in de prullenbak van, oh, jezus. Want het was volgens mij bestek van haar werk. Maar ze heeft het gewoon weggeflikkerd. Dan ze zei, oh, nee, dat wilde ik niet met hem. Dus we hebben wel gelachen. Dus het was wel leuk om daarmee te beginnen. Maar dus, mijn vriend en mijn moeder waren er. En zij was dus alleen met haar advocaat. Dat dacht ik wel meteen van, oh, dus ze is alleen met een advocaat. Oké. Ik had geen advocaten. Dat is mij nooit gevraagd, nooit gezegd. Of ik dat überhaupt wil. Ik heb namelijk in het voorstuk hiervan contact gehad met het slachtofferloket. En het slachtofferloket is iets anders dan de rechtbank. Het werkt natuurlijk samen, maar ja, je krijgt je brieven van het slachtofferloket en brieven van de rechtbank. En la la la. Of service, bombol. Ik ben niet legal. Ik ben gewoon een leekje daarin. En dus ik was eigenlijk best wel teleurgesteld in het slachtofferloket. Omdat ik niet echt voorbereid was. En ik niet wist dat ik dat überhaupt moest zijn of zo. En misschien is dat dom dat ik er zelf niet over na heb gedacht. Maar ik dacht, ik sta niet terecht. En de officier van justitie heeft ook iets geëist. Dus geëist dat de verdachte schuldig werd bevonden. Ik niet. Ik en mijn advocaat, die ik niet had, niet, zeg maar. Dus er was ook niet... ik kan het niet uitleggen. Ik vind dat heel moeilijk om uit te leggen. Maar... dus ik niet. maar waarom ik eigenlijk al heel erg teleurgesteld was in het slachtofferloket, is omdat een paar weken voordat, dat is nog eind 2018 geweest, dus een paar weken voordat de eerste zitting zou plaatsvinden, werd ik opeens gebeld, midden op de dag, midden op mijn werk, van ja, ik spreek met het slachtofferloket en ik wil eventjes hebben het over zaken. En dan werd er een nummer opgenoemd. Ik zei, oké, ik zit nu op mijn werk. Dus ik ben naar de gang gesprint. Maar verder kon ik ook niet echt. Want ja, als ik door zou lopen, kwam ik allemaal andere mensen tegen. Dus ik ben een beetje voor ons eigen kantoor toen de tijd gaan praten. Al mijn collega's hoorden me, mijn stagiaires hoorden het ook. En toen zeiden ze zo van, ja, de verdachte die wil heel graag met u praten. Want die heeft superveel spijt en die wil heel graag even met u praten. En dat is iets wat we aanbieden en wat wij ook ondersteunen. En dat zou heel fijn zijn voor de verdachte om te spreken met u. Dus ik dacht eigenlijk toen, eerst, what the fuck, waarom praat je nu al meteen en waarom heb je niet gevraagd, bel ik gelegen. En toen zei ik, oh ja, oké, is goed. En ik, oké, dan ga ik dat doorgeven, u wordt nog gebeld. En toen werd er opgehangen en toen dacht ik echt, what the fuck is hier nou eigenlijk gebeurd? En toen dacht ik er even over na. En toen dacht ik, oké, wil ik überhaupt met haar praten nu? Zonder dat er iets officieels of whatever. Natuurlijk, slachtofferloket, er zou een bemiddelaar bij zitten. Maar ik dacht, wil ik dit wel? En wat heb ik daaraan? Want ik dacht aan dat berichtje wat ik van haar heb gekregen. Bullshit. Nee, wilde ik eigenlijk niet. Dus toen heb ik andere mensen opgebeld van moet ik dit wel doen? En iedereen zei tegen me nee, want dat is iets wat voor haar heel erg fijn zou zijn als je gaat bellen. Want als zij berouw kan tonen en jij reageert op een bepaalde manier op, dan kan dat effect hebben op de zaak. En toen dacht ik, ja, weet je, eigenlijk wil ik dat niet doen. Ik vind het al super kut om überhaupt die rechtszaak in te moeten. Ik wil me niet in zo'n positie brengen. Ik wil dat niet doen. Nou, slachtofferloket teruggebeld, werd helemaal niet leuk op gereageerd. Ook helemaal niet begripvol, waardoor ik ook helemaal niet blij was. Dus mijn voorbereiding in deze zaak was al niet fijn. En toen zat ik al een keer naast haar, toen de zitting dus ook was. En toen dacht ik echt, oh jezus. En toen mochten we naar binnen. Sorry, ik vind het zo kut allemaal. Hier zat zeg maar de rechter, hier zat de officier van justitie, hier zat een tafeltje waar... De verdachte. Ik weet begon nog steeds niet wat haar naam is. Er werd een achternaam genoemd en ik dacht, oh, het gaat over haar, zei het zo.
I don't know. Hier was een tafel en daar ging haar advocaat zitten. En hier was een tafel en daar zou bijvoorbeeld ik met mijn advocaat zitten als ik de persoon ben die haar aanklaagt of zo, denk ik. Maar daarachter waren nog bankjes en daar moest ik gaan zitten met mijn moeder en mijn vriend. Toen gingen we zitten. Ik pak weer even dit erbij. Probeer ik naast haar zitten? Ja. Aha. Allereerst was ik natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe het zou gaan. En je zag dus inderdaad dat zij voor de rechter zat. En ik was eigenlijk toeschouwer. Hoe zij ging zitten, kon ik mij ontzettend aan storen. Moet ik wel meteen bij zeggen, ik mag haar eigenlijk niet over oordelen. Zij zal zich echt kut hebben gevoeld. En zal het hartstikke spannend hebben gevonden. En van alles. Maar ik irriteerde me gewoon mateloos. Zij zat met haar handjes zo de hele tijd. De hele tijd zo. En helemaal te trillen met haar voeten. Maar toen we nog niet in de rechtszaal zaten, zat ze gewoon helemaal rustig. En dacht ik echt, is dat nou een soort van act of zo? Maar nogmaals, ik mag er niet over oordelen. Maar ik doe het wel. Ik had meteen gewoon zoiets van, you bitch. Maar dan mag je niet over oordelen, zeg maar. En ze was met haar voet aan het bewegen. En dat ik me echt, ik wilde bijna zeggen, chick, zit stil. Je weet toch als iemand in je klas vroeger, of als je nog op school zit, zo beweegt dat je op een gegeven moment denkt van, yo, kap ermee. Dat was het gewoon. En ze was zo, de body language was echt vervelend eigenlijk. Nou, oké. Toen werd er eigenlijk gewoon een beetje gezegd door de rechter. Nou, ik ben de rechter, dat is officier van justitie, dat is me die. Dat bent u. Zaak van, er werd het eigenlijk allemaal een beetje gezegd wat voor zaak het was. En ik moet je eerlijk toegeven, nou, het ging een beetje een oor in, ander oor uit door de zenuwen wel. Maar ik had me gewoon de hele tijd voorgenomen, ik ga gewoon zo zitten. Ik ben er. You fuck me up. En het deed mij op zich wel goed dat zij daar zo'n heel trillend meisje zich zo klein maakte. En mij ook niet heeft aangekeken. Want we gingen de rechtszaal in trouwens. En toen keek ik naar haar. En ik keek naar haar. Ik denk, als je omkijkt, dan kijk ik je recht aan in je ogen. Maar ze keek niet om. Hoef ze ook niet te doen. Maar ik haalde daar wat kracht uit of zo. Dat ik dacht, girl, ik kan jou aankijken. Ik kan jou recht aankijken en zelf zeggen dat ik niks verkeerd heb gedaan. En jij kan dat niet. Want you fucked up gewoon. Toen werd eigenlijk aan de verdachte gevraagd, hoe gaat het? En toen hoorde ik haar ook voor mijn gevoel voor het eerst pas weer praten. Want op zo'n feestje waar ze wel gesproken heeft tegen me, is muziek, je weet het niet. Maar ze was aan het praten en zegt zo, niet goed, niet goed. En ik moet haar niet nadoen natuurlijk, dat is niet heel netjes. Ik deed het wel. Maar ik haal daar ook weer kracht uit. Want ik wist, als zij iets aan mij zou vragen, de rechter, dan kon ik gewoon, zoals ik nu ook met je praat, alsof je hier echt zit, kon ik ook gewoon zo praten. Dus daar haalde ik weer wat kracht uit. Dus daar voelde ik me wel goed bij. En toen zei ze een aantal dingen waar ik van dacht, huh? In haar statement, wat ze blijkbaar voor de zitting, heeft opgesteld, zou erin staan dat ze iets van een posttraumatisch stresssyndroom heeft opgelopen en dat het niet goed gaat en dat ze niet aan het werk meer is sinds het gebeurd is. Ze kon niet meer werken en dus ik zat het allemaal aan te horen dat ik dacht, hè? En ook daar, en dat wil ik echt wel even zeggen, mag je niet overoordelen. Doe ik wel, dat deed ik wel toen ik daar zat. Maar ik kan niet in haar hoofd kijken. Het kan echt zo zijn dat het haar echt heel veel stress opgeleverd heeft, deze situatie. Want je wordt wel gewoon, je moet gewoon voorkomen. Het is fucking heftig. Dat is het ook echt. En als je zoiets gedaan hebt, dat is heel heftig. En je kan je ook echt wel schamen ervoor. Moet ook. Maar dus ik snap echt wel dat ze daar echt wel stress van zou hebben gehad. Maar toen vroeg de rechter een beetje door. En toen kwam het eigenlijk, puntje bij paaltje, waarom ze een soort van stresssyndroom heeft. Of volgens mij was het niet PTSS. Ik weet niet meer precies. Dus daarom zeg ik het een beetje zo vaagjes. Waardoor ze in ieder geval stress had, was omdat zij zich in een steekgelaten voelde, verlaten voelde. Omdat zij dus op de bank van een wildvreemde wakker is geworden. Maar niemand heeft haar gezocht. En ze was helemaal alleen. En ze voelde zich alleen gelaten. Toen zat ik echt naar mijn moeder en naar mijn vriend van, wat zegt zij nou? En volgens mij was dat aan mijn gezicht te lezen, want mijn moeder dacht,
Ik zei ook niks hoor, maar mijn moeder die maakte wel even, zeg maar, zeker dat ik niks zei. Want als je het je herinnert, in dat bericht wat zij mij gestuurd heeft via Facebook, zegt zij, mijn vrienden en familie hebben de hele nacht naar me gezocht. Dus ik dacht al, laat maar, chick, laat maar, je bent aan het liggen. Want ik heb die bewijzen van dat bericht heb ik ook gewoon doorgestuurd naar, of in het politierapport laten zetten. En dat heeft de rechter ook gewoon. Dus ik dacht, nou, kind. Dat vond ik echt maar kut. Nou, toen zei ze nog een aantal dingetjes en ging het volgens mij ook heel, ja, ging ook nog heel eventjes over haar verwondingen die ze had opgelopen die avond. Want dan geloof ik heel goed dat zij echt wel blauwe plekken had. Omdat zij natuurlijk iemand heeft aangevallen. Door een aantal mensen van moi afgeduwd is. Naar buiten gebonjourd is. En buiten heeft ze trouwens nog een chick geslagen. Oh, en op het feest heeft iemand haar nog geslagen. Ze was echt trouble. En ik ben er niet bij geweest als ze een klap had gehad. Dus vandaar. Maar dus ze heeft wel wat te verduren gehad, zeg maar. Dus ja, oké. Okay. Maar dat heeft ze ook gewoon opgelopen. Dat is gewoon zo. Nou, toen... Oh ja, toen mocht ik praten. Toen had ik spreekrecht of ik daar gebruik van wilde maken. Ik had eigenlijk gewild dat slachtofferloket of iemand... dat ik daar veel beter over ingelicht was. Want ik had echt een brief willen schrijven. Ik had het helemaal uit willen schrijven en ik had het helemaal willen zeggen. Maar eerst wat ik dus deed is eigenlijk gewoon reageren op dat ik zei van... Nou, ik vind het heel moeilijk om dit aan te horen. Want voor mij zijn dit gewoon leugens en... ook dat ze aangeeft dat ze niet kan werken. Ik mag er niet over oordelen. Volgens mij had ik dat ook gezegd. Maar ik vind dat is wel schrijnend voor mij om te horen. Gezien ik degene ben die aangevallen is. En ik heb haar niks gedaan. En nou, toen werd er gewoon een beetje wat raagjes aan me gezegd. En het was heel, heel kort eigenlijk. Maar ik heb gewoon gezegd wat ik wilde zeggen. Toen mijn spreekrecht voorbij was. De vragen eigenlijk een beetje voorbij waren. Toen begon haar advocaat. En dat is een van de, toch wel schrijnendste dingen die ik toen heb moeten verduren. 25 minuten lang. En het begon met het allerkutste ever. De advocaat was, ik vond het een naar mannetje. Ik dacht echt, wat een toontje. Want hij zei, hij begon ook een beetje heen en weer te lopen... En ik kan me niet meer precies herinneren wat hij zei, maar hij zei gewoon dingen van dat het zo erg was voor zijn cliënt en dat we er even rekening mee moesten nemen met het volgende wat we gingen zeggen, alsof wat ik heb gezegd zo'n drama was. Dus het was echt zo'n hint naar mij, omdat ik gewoon heb gezegd, ik vind het een beetje schrijnend om te horen terwijl ik ben aangevallen en ik niks heb gedaan. En ik vond zijn toon dus heel raar, want... Ik dacht echt, ja, wat? Ik ben aangevallen, dus waarom praat je zo? En toen zei de rechter, ja, u wilde als eerst kijken naar een video. En toen zei hij, ja, want we hebben op beeld wat er is gebeurd. En op dat moment dacht ik, wajo, ik heb nooit geweten, in al die jaren niet, dat er überhaupt beeld van was. Dus toen mochten we, als we wilden, gaan kijken... En de computer van de rechter werd gedraaid. Zeg maar, het beeldscherm van de rechter werd gedraaid en daar konden we nog naartoe. En die advocaat van haar, die zei ook van... Ja, want dan kan ik u op beeld laten zien wat er echt is gebeurd. Maar dan kan ik u even laten zien wat er is gebeurd of zo. Of, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar ik weet wel dat ik echt hem gewoon een knietje wilde geven. Dat hij zoiets zei. En toen mochten we dus naar voren. Dus ik... stond meteen op, van dit wil ik gewoon zien. Als jij insinueert dat het onzin is wat ik zeg... en je hebt het op beeld, dan wil ik het wel eens zien. En mijn moeder zei, nee, ik ga het niet luisteren. Mijn moeder heeft me net nog een voice memo gestuurd... want ik vroeg van, ik was dit aan het opschrijven. Ik zeg, mis ik nog wat en zo. En toen zei ze ook iets van, wacht, ik kan het wel laten horen. Ik absoluut niet wilde, want ik denk, als ik ga kijken... dan vlieg ik dat kind naar de strot... dus de volgende keer zit ik er, in plaats van zij... En dus mijn moeder bleef zitten. En Zico en ik gingen kijken. Dus we gingen naar voren lopen. Ik liep dus eigenlijk een beetje weer voor mevrouw langs. Ik weet niet hoe ze heet. Mevrouw. Kutwijf noem ik haar ook wel eens. Maar dat mag ik natuurlijk niet zo zeggen. Dus we gingen er naartoe staan. En ik stond ook best wel dicht in de buurt van die advocaat. En Zico stond ook weer dicht op me. Omdat we met z'n
alle op dat schermpje aan het kijken waren. De officier van justitie was aan het kijken, de rechter. En nou, oké. Okay. En toen zag ik dus inderdaad mijzelf staan. En ik dacht echt, wow, yo. Oh, yo. En toen dacht ik ook echt, oh ja, zo zag die gang eruit. Want het gebeurde in de gang. En de advocaat had al gezegd van, ja, je ziet niet precies wat er gebeurt, want er staat een pilaar in het midden. Er stonden een aantal pilaren in die gang, in het pand überhaupt. En inderdaad, je ziet zeg maar de camera. En je ziet de gang, mij staan en een pilaar. Die heel veel van het zicht blokkeert inderdaad. En hij zegt ook van, toen zei de rechter, nou laten we, toen werd hij gewoon een keer afgespeeld. En toen heb ik gewoon voor het eerst gezien hoe de fuck ik in elkaar word getrapt gewoon. En ik zat echt te kijken naar, waarom laat je dit zien? Want het bevestigt precies mijn verhaal. Dus ik was eigenlijk dat ik dacht van, oké, had hij het nog nooit gezien of zo? Wat is dit? Van, ik wilde echt zeggen, zie je wel? En toen zei hij, ja, en als we het nog heel eventjes bij seconde 20 even op pauze zetten, dan ziet u dat mevrouw dit en dat doet. En dat klopt. Je ziet dat ik doe een stapje naar voor. Maar je ziet letterlijk, zeg maar, dit. Dat ik een stap naar voor zet. En dat is in de richting van mevrouw, van de verdachte. En ik weet niet meer wat ik deed daar eigenlijk. Maar ik ken wel mezelf. Als ik al boos zou zijn geweest, of ik wil haar aanvallen, of ik wil ruzie met haar zoeken, dan zou je dat zien in mijn gezicht. Dan zou je zien dat ik een discussie had. Dan zou ik ben iemand, dat weten we allemaal wel, met heel veel woorden, heel veel gebaren, et cetera. Maar ik deed gewoon letterlijk een stap naar voren. En ik keek ook die richting in en ik werd vanaf hier aangevallen. Dus ik deed gewoon een stap naar voren. En later dacht ik, wat ben ik daar nou aan het doen? Ik denk misschien dat ik iets wilde pakken. Waarschijnlijk wilde ik het gordijn oppakken. Wilde ik iets oppakken wat ze had omgeflikkerd. Want daar was ik daarvoor ook al mee bezig. Ik weet het niet. Maar je ziet inderdaad dat ik een stap naar voren doe. En daarna zie je opeens dat ik baf en dan kutbeelden. Maar ik doe dus een stap naar voren. En dat is heel zijn standpunt was daarop gebaseerd. Want op het moment dat mensen haar van mij afhaalden en je ziet dat ik loskom, het eerste wat je ook ziet is dat ik inderdaad naar achter ga, een beetje tegen de muur aan en niks doe. Ik doe geen shit. Als ik echt ruzie zoek, als ik echt boos ben, dan ga ik ergens op in. Dan doe ik zo, oh ja man, en dan zeg ik natuurlijk back, maar dat kan ik nu niet zeggen. En dan stap ik naar voren en stel we uit elkaar gaan, dan ga je er weer in, omdat je, dus in ieder geval, als ik al ruzie heb, dan gaat het ook niet veel verder dan een beetje duwen, een beetje schelden en een beetje doen hoor. Maar ik ken mezelf. Ik zie dat ik niks doe. Die advocaat kent mij niet. Dus die ziet niet natuurlijk wat mijn intenties zijn. Die kent mij niet. Misschien, ik ben 1,85. Denkt hij dat mijn move is een shoulder geven en iemand is knock-out of zo. Dat kan. Maar heel zijn standpunten waren dus over dat ik naar voren ben gestapt. Daar heeft hij zijn verdediging op gebouwd, gebaseerd. We hebben dat filmpje. Nou, 5 keer misschien gezien achter elkaar. In de zin van dat je hem helemaal afspeelt. En nog een stuk of 5 keer vanaf een bepaald stukje. En weer meteen een pauze. En weer dat stukje. En weer dat stukje. En iedere keer zag ik weer gewoon dat ik gelijk heb. Ik zie het gewoon. En ik wilde ook gewoon de hele tijd eigenlijk zeggen van, zie je wel? Maar dat hij ook zei van, hey, u ziet hier dat mevrouw naar voren gaat. En dat het daarna is gebeurd. Dus het was zelfverdediging. Werd er toen gezegd. Dat ik zo naar die advocaat deed van, pardon? Zelfverdediging? Maar ik zei niks. Ik deed gewoon, bro. En Zico die zei, nee. En ik zei tegen Zico, stop, mond dicht. Loop, ga weg. En hij moest weer voor mij gaan zitten. Deed hij niet. Maar hij zei niks meer. En toen zijn we gaan zitten allemaal weer. En toen begon dus 25 minuten lang een heel verhaal. Onsamenhangend verhaal. Waarbij de rechter ook op een gegeven moment dacht, are you done? Want in ieder geval, dat maakte ik een beetje op. En het verhaal was, het is zelfverdediging. Kijk maar naar het slachtoffer en de
verdachte. Slachtoffer is 1,85. Verdediging is 1, ik noem maar wat, 61. Ze is in ieder geval een stuk kleiner dan dat ik ben, dat klopt. En daarom kan dit niet zijn gebeurd. Daarom was het zelfverdediging. Wat er op een gegeven moment was gebeurd, want er stond een tafel zeg maar achter haar. Dus zij had mij hier vast, dus ik ben nu haar. Schop, schop, schop. En ondertussen viel ik bijvoorbeeld een beetje naar voren of zij viel een beetje naar achter. Maar op tafels. En dat zie je ook op het filmpje. Je ziet ook inderdaad op tafel dat zij daar dan nog zo doet. En daarna zei die advocaat, probeert u maar eens achterover op een tafel te hangen en dan naar voren te schoppen. En hij deed het ook, echt dat schoppen. En zoals u merkt, als u dat doet, dan is dat niet met zoveel kracht en kan u dan geen hersenschudding veroorzaken. Ik heb dus ook, ik kan dus ook aannemen dat ze geen hersenschudding heeft gehad. Want dat stond in mijn verklaring. En toen zei de rechter, nou ik heb hier gewoon een doktersbrief van het ziekenhuis dat ze een hersenschudding heeft. Een zware, dus. En toen zei hij ook echt iets van, oh, nou, dat staat niet bij mij. En toen vroeg ze, jij hebt toch ook gewoon de doktersbrief, heb jij ook gehad? Ja, heb ik ook gehad. Toen dacht ik echt, you so dumb. Dus hij zei eigenlijk soort van dat, hij insinueerde eigenlijk soort van dat, als ze me al zou hebben geschopt, dat ik geen hersenschudding zou hebben opgelopen, heb ik een hersenschudding, dan komt het niet daardoor. Dus, nou, kun je nagaan hoe boos ik daar zat en hoe ongelooflijk ik een hekel had aan die vent. En daardoor, omdat hij haar verdediging was, dat zij, de verdachte, dat zij dat oké vond dat hij dat zei. Ik snap, hè, als advocaat, je moet iemand verdedigen. De slechtste mensen op aarde hebben een verdediging nodig. En er worden dan shit gezegd. Dat is iemands werk, dat klopt. Maar ik, als ik dat zou hebben gedaan met iemand, ik zou nooit van zijn langs als leven niet willen dat iemand dat zou zeggen voor mij. Maar dat is persoonlijk, hè. En ik weet niet hoe ik ben in zo'n situatie. Maar ik dacht wel echt van, nou, niet normaal. Vond ik echt niet normaal. Die advocaat, die had dus heel zijn pleidooi, waar op een gegeven moment volgens mij iedereen dacht, nou, je bent niet goed. Je bent niet goed. Toen was hij klaar. En toen zei de rechter tegen mij, want ik dacht, oké, kom maar, vraag mij maar weer, want nu ga ik wat zeggen. Toen werd er tegen mij gezegd door de rechter van, nou, van der Pijl, of mevrouw van der Pijl, ik snap dat u van alles wil zeggen, maar helaas is uw spreekrecht voorbij, dus u mag niks zeggen. Dus toen zei ik, ja, ik wil van alles zeggen, maar mag ik echt niks zeggen, zei ik. Toen zei, nee, excuus, u mag niks zeggen. En officier van justitie, die had eigenlijk alles wat die advocaat van de verdachte had gezegd, allemaal gepareerd. Alles. Hij zei ook, nou, in dat filmpje zie ik helemaal niet van agressie bij mevrouw van der Pijl. Ik zie niet dat het een zelfverdediging moet zijn. Ik zie dit niet. Ik snap dat niet. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus ik dacht net, oh, oké. Dat zou ik allemaal willen zeggen. Dus dankjewel. De officier van justitie heeft een boete geëist van een bepaald bedrag en taakstraf geëist van een bepaald bedrag. Nou, toen heeft de rechter uitspraak gedaan. En de uitspraak was 100% positief voor mij. Ze werd schuldig bevonden en dat was heel fijn. Een soort van recognition. En ik wilde bijna zeggen, ja, dank u. Maar natuurlijk doe je dat niet. Maar ik was heel blij. Echt, ik dacht, oh, eindelijk. En trust me, die boete, peanuts. Echt peanuts. Dat zei ik die dag. Ik pin het gewoon nu voor je. Zeg maar, het is echt niet heel veel geld. Echt niet. Waarvan ik wel dacht van, ja, vind ik kut. En niet omdat ik er geld aan wilde verdienen of zo. Dat zeker niet. Maar ik dacht zo van, dat voel je helemaal niet. Die boete. En die taakstraf vond ik ook niet zo heel boeiend. Maar ze was schuldig bevonden. En dat vond ik het allerbelangrijkst. En dat is het ook. Maar ik denk gewoon op dat moment, als je zo'n rechtszaak hebt gehad, dat je het allemaal zo kut hebt ervaren, dat ik beschuldigd... Oh, ik zat op de microfoon. Die de hele tijd moet aanhoren dat het eigenlijk mijn schuld is. Dat ik de schuldige ben. En dat was ook de eis van die advocaat. Om het om te draaien. Dacht ik echt, jij bent Mongolisch. Maar oké. En het is dan heel fijn als je dan toch gelijk krijgt. Maar op dat moment wil je nog meer. Omdat je gewoon zo boos bent over het feit dat iemand dat over je zegt. Over het feit dat je 25 minuten lang moet aanhoren. Dat het eigenlijk mijn eigen schuld was. Dat ik in elkaar ben getrapt door zijn cliënten.
Maar ja, oké, dat was top. En dat zou het zijn, denk je. Maar ik kreeg 6 dagen na dit, na de uitspraak, na de zitting, kreeg ik een brief binnen. Die chick heeft hoger beroep ingediend. Oftewel, ze zijn het niet eens met de uitspraak en ze willen een soort van second chance of zo. Ze willen gewoon... Oh, daar word ik nu weer boos over. Ze willen gewoon nog een keer... ze willen het gewoon aanvechten, de beslissing van de rechter. Dus de uitspraak. De uitspraak willen ze dus aanvechten. Nou... Ik werd niet goed toen ik die brief binnenkreeg. Ik was aan het janken. Ik was zo boos. Ik dacht, godverdomme, gaan we nog gewoon verder hiermee? Want het duurt zo ontzettend lang al. Het was toen april 2019. En ik dacht echt, oh mijn god, ik trek het niet. Nou, toen belde ik mijn ouders op. Ik belde die, ik belde zus van, godverdomme, hoge beroep ingediend. En iedereen zei, godverdomme, wat een kutwijf. Dat zei andere mensen. Ik quote nu gewoon. Ik ben het wel met ze eens, maar ik dacht echt, godverdomme, kutzooi. Toen, toen heb ik slachtofferloket gebeld, of mensen gebeld. Ik weet even niet meer wie je dan belt, hoe dat ook weer heet, maar ik heb dus toen gebeld. En toen zei ze, ik gaf toen aan, ik snap gewoon niet waarom ze een hoger beroep is gegaan, want het is gewoon een freaking done deal. En toen zeiden ze, nou ja, de redenen dat mensen dat doen is bijvoorbeeld om tijd te winnen. Want om een geldboete, soms is een geldboete een heel hoog bedrag en moet dat gespaard worden. Soms is het gewoon tijd rekken, soms is het dit, soms is het dat. Hoe dan ook. Dus mijn gedachte meteen was gewoon rekken dat ze dat wil. Want ik zou niet weten waarom ze het anders wil doen. Want officier van justitie heeft gewoon geëist, schuldig, boete, dit, dat, dus zo... Advocaat heeft gezegd, zij is het slachtoffer. En de uitspraak was precies wat de officier van justitie heeft gezegd. 100%. Geen één dingetje van wat de advocaat had gezegd kwam overeen. Dus ik denk, ja, wat wil je dan nog in je hoger beroep? Wat wil je nog doen? Wat valt er te winnen? Want je hebt niet... Er is niet een stapje naar jou toegezet, zeg maar, weet je wel? Niks hoopvols aan, voor mijn gevoel. Kan voor haar heel anders zo zijn natuurlijk... En het kan inderdaad tijd winnen zijn, maar het is nu februari 2020. Niks nog. Niks nog. Ik heb al een paar keer gebeld. Wat is nu de status? En dan moet ik bellen naar Den Bosch. En het gaat dus zeg maar van het gerechtshof naar dit of naar dat. En in ieder geval, het kan op 3 punten liggen. En het ligt nu bij het middelste puntje. En ik kan je niet vertellen hoe fucking kut dat is. Ik kan het niet gewoon loslaten en er niks meer mee doen of zo. Het is gewoon echt, echt heel naar. Ik wil gewoon dat het klaar is. Ik wil gewoon dat het stopt. Ik wil er niet meer aan herinnerd worden. Ik wil dat het klaar is. Maar dat is het dus helaas nog niet. Dus deze storytime is voor nu afgelopen. Maar er komt waarschijnlijk nog een gevolg als het hoger beroep doorgaat. En als het niet doorgaat, dan... geef ik een feest. Mogen jullie allemaal komen. Gaan we een soort van Project X starten. Hou me daar maar aan. We gaan het echt vieren. We gaan het echt, echt vieren. En de reden dat ik dit wilde vertellen is omdat er zijn zoveel mensen die ermee te maken hebben. Het rechtssysteem kan super lang duren. En dat heeft ongelooflijk veel redenen. Het is ontzettend druk. Er zijn heel veel zaken die gaande zijn. Heel veel dingen waar het langs moet komen. En het duurt gewoon lang. En het is gewoon kut. En het is gewoon vervelend. Maar mocht jij zoiets meemaken, you're not alone. En het is ook best wel interessant. En als ik er nu op terugkijk, dan had ik mezelf beter willen voorbereiden. Voor die rechtszaak. Want ik dacht gewoon, nou, het komt wel op me af. Ik moet toch niks doen. Ik moest niks zeggen, dacht ik. Maar ik had blijkbaar wel spreekrecht. Ik moest van tevoren wel aangeven dat ik wilde en daar zou ik nog wat van horen. Maar heb ik ook nooit wat van gehoord. Dus ik dacht, ik heb geen spreekrecht. Want dat werd me ook gezegd dat de kans daar dan is. Als ik er niks van heb gehoord, dat ik waarschijnlijk geen spreekrecht heb. Dus ik ben er maar gewoon heen gegaan. Maar ik zou me zoveel liever ingelezen hebben. Ik zou iemand om de arm hebben genomen voor schade te regelen.
Ik zou veel meer advies willen hebben erover. En niet zo eigenwijs doen en zeggen dat het allemaal wel goed komt en dat het je niet boeit. Nee, je moet echt iemand onder arm nemen. En misschien moet ik dat nu nog steeds wel doen. Misschien wel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende. Het lucht wel op, maar ik weet wel dat ik nu even ga huilen. Wat een kutwijf. Is dat hier wat gekomen? Is dat het woord dat je niet moet achterlaten? Jawel, doe maar wel. Nee, doe maar niet. Oké. Doei doei.